Ik ben Kitty Roggeman. Ik ben actief in de vrouwenbeweging sinds 1975. Ik was medeoprichter van de groep Rode Vrouwen in Antwerpen. En naar analogie met die groep hebben wij dan de FEMSOC coördinatiebeweging opgericht, omdat er soortgelijke groepen in verschillende steden in Vlaanderen waren. Er was een groep in Gent, die nog altijd Dolomina heette trouwens. Er zijn dan soortgelijke groepen gekomen in Brugge, Oostende, Hasselt, Aalst, Leuven, Sint-Niklaas. En al die groepen hebben zich dan een beetje samengesmeed tot de feministisch-socialistische coördinatie. En mijn rol daarin is vooral geweest, we hebben een blad uitgegeven dat Schoppen Vrouwen heette. En mijn rol is vooral geweest het trekken van dat blad. Dat heeft 20 jaar bestaan. Dat heb ik dus gedaan. En dan ben ik in 76 ongeveer, 77 ook lid geworden van het VOK. Om voeling te hebben met de rest van de vrouwenbeweging. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik ben ook actief geweest in de abortuscomité's die daarnaast plaatsvonden eigenlijk. En waar ik ook dikwijls de FEMSOC dan vertegenwoordigde. En wat me het meest is bijgebleven? Ja, het was een heel spannende tijd eigenlijk. Hè. Het was ontzettend boeiend wat je allemaal leerde. Want we discuteerden, we lazen. Het was zo heel verrijkend voor jezelf om tot een heleboel inzichten te komen over dingen waar je vroeger nooit had over nagedacht en waar je dan nu ineens zo met je neus opgeduwd werd. En dat was heel fijn, vond ik zelf heel verrijkend. En ik vond ook wel achteraf bekeken dat we goede dingen gedaan hebben. We zijn uiteindelijk heel wat resultaten bereikt. Dus je kunt ergens zo zeggen van ik heb mijn steentje bijgedragen toch in een veranderde situatie van de vrouw en voor de meisjes vandaag in vergelijking met 1975 is er toch heel wat werk verzet en is er effectief heel wat resultaten bereikt. Hè. Bijvoorbeeld al de abortuskwestie, maar ook op het vlak van onderwijs enzovoort. Hè. En de werkstelling is er heel veel bereikt toch wel. Dus dat vind ik dan eigenlijk heel goed om op terug te blikken. Zo van, ik heb mijn steentje daartoe bijgedragen, dat is fijn. En verder was het ook leuk. Het was eigenlijk ook leuk. Ik heb dat vorige keer ook al aan u verteld. Hoe dat solidariteitsgevoel, die samenhorigheid, dat samen dingen doen, samen dingen ontdekken ook. Die warmte zo van vrouwen onder elkaar. Ook plezier maken. We hebben ook heel veel gelachen. Dat was ook heel plezant eigenlijk, alhoewel er ook moeilijke momenten waren. Maar eigenlijk heb ik daar een hele goede herinnering aan heel die periode van de jaren 70, 80, 90 ook nog.